In deze video alles wat je moet weten over deze stoere Kamado barbecue van de Baaster. Hoi, ik ben Thomas van Barbecue Experience Center en in deze video heb ik het met je over de Baaster. Dit Nederlandse stoere Kamado-merk heeft de afgelopen jaren al veel tuinen veroverd. We gaan het hebben over het merk, de verschillende modellen, de accessoires en uiteraard ga ik er lekker op koken. De Baaster werd uitgevonden in 2013 door twee broers uit Haarlem. Ze hadden een gedeelde passie voor outdoor cooking, innovatie en design. En al snel groeide de Baaster uit tot een serieus Kamado-merk, wat kan concurreren tegen merken zoals de Bickering Egg, Monolith en Kamado Joe. Maar wat is dat nu eigenlijk, die Baaster? De Baaster is een keramische barbecue, oftewel Kamado. En keramiek heeft de eigenschap dat hij heel goed zijn temperatuur vasthoudt en daardoor heel zuinig is in zijn brandstof en heel stabiel in temperatuur. Daardoor kun je urenlang op lage temperatuur garen zonder dat je je Kamado in de gaten hoeft te houden. Ideaal om pulled pork te maken, sperps en andere mooie low- en slow-bereidingen. Uiteraard is de Baaster ook geschikt om op hele hoge temperaturen te werken. Zo kun je er perfect een mooie biefstuk op grillen en uiteraard een heerlijk pizzaatje op bereiden op hoge temperaturen. De Baaster staat bekend om zijn innovatie en vernieuwingen. Zo brengen ze regelmatig nieuwe accessoires en nieuwe modellen aan de man. Afgelopen jaar hebben ze zelfs twee nieuwe modellen op de markt gebracht. Daarom wordt het nu tijd om alle modellen even een review te laten passeren. Goed om te weten dat de Baaster modellen over het algemeen in twee variaties op de markt komen. Namelijk de Classic, de glanzende variant. En de Urban, de wat meer stoere, matte afwerking van de barbecue. Oftewel voor ieder wat wils. Het kleinste formaatje van de Baaster is de Small. Deze kleine maar krachtige barbecue heeft een roosterdiameter van 26 centimeter. En is dus ideaal om een mooi stuk vlees op te grillen. Of een lekker stukje vis op de garen. Je pakt hem gemakkelijk op en is dus ideaal om mee te nemen op vakantie, op de boot of in de camper. De volgende is de Baaster Compact. Deze is net iets groter, iets hoger en iets breder. En heeft een roosterdiameter van 33 centimeter. Hierdoor kun je er net iets meer op kwijt en ook is het mogelijk in dit model om indirect te garen. Deze raden we aan op het moment dat je wat beperkter bent in ruimte. En ook kiezen veel mensen dit model als tweede Kamado naast hun grotere model. Zowel bij de Compact als bij de Small krijg je er een handig kolenmandje bij. Hierdoor kun je makkelijk je houtskool in je Kamado storten. Hierbovenop komt het inzetmandje met het hitteschild, zodat je zelfs op een kleine barbecue indirect kan werken. Voor zowel de Compact als de Small is het helaas niet mogelijk om zowel direct als indirect tegelijk aan de slag te gaan. Dit vanwege de te beperkte binnenruimte. Dit kan wel vanaf de Medium. Want bij de Medium komt standaard het multilevel systeem. Hiermee kun je zowel direct als indirect tegelijk aan de slag. Verder is het rooster ietsjes groter en zit hij op een diameter van 42 centimeter. Daarnaast wordt hij geleverd met een stevig onderstel met robuuste wielen zodat je makkelijker kan verplaatsen. En heeft hij twee hardhouten zijplankjes aan de zijkant zodat je tijdens je bereiding daar wat producten op weg kan leggen. Standaard zit er vanaf de Medium ook een asopvangbak. Deze staat helemaal onder in de Kamado. Hier valt alle as in en wordt het schoonmaken van je Kamado nog makkelijker. De Baaster Large komt standaard zoals de andere modellen met fiberglass filt. Hierdoor sluit het deksel mooi af van de doop. Met zijn 49 centimeter zijn de kookmogelijkheden steeds uitgebreider. Zoals je ziet, ik kan een skilletje kwijt, een flinke cederhouten plank en nog een mooi stuk vlees. En ik kan zowel direct als indirect tegelijk garen. De Baaster Large is dan niet voor niets het meest geliefde formaat onder de barbecuers. En daar zijn er ook de meeste accessoires voor beschikbaar. Verder komt hij standaard hetzelfde uitgerust als de Medium. Wil je meer weten over dit model? Check dan ons YouTube kanaal. Mijn collega Yuri heeft een super toffe video opgenomen waarin hij alles vertelt over dit model. De Baaster XL is zoals de naam al doet vermoeden een extra grote barbecue. Met 59 centimeter roosteroppervlakte. Een model voor mensen die niet denken in beperkingen. Je kunt er zoals je ziet een complete maaltijd opbereiden en je komt echt nooit meer ruimte tekort. En dan is er nog één onbesproken model in de line-up van de Baaster en dat is de Baaster 4X. Uitgekomen december 2022 en compleet herzien een nieuwe barbecue. We beginnen bij het onderstel. Deze is nog robuuster gemaakt met een extra breed onderstel. Ook de wielen zijn nog steviger gemaakt en groter, waardoor je hem nog eenvoudiger kan verplaatsen. Vervolgens de luchtinlaat. Deze is aangepast en gaat nu naar twee kanten open. Hierdoor kan je nog accurater jouw temperatuur beheersen. Vervolgens de zijplanken. Deze zijn wat groter gemaakt en mooi afgewerkt met eenzelfde stalen frame als het onderstel. De thermometer is veranderd naar all black, de nieuwe topcap van de Baaster. Door hem te draaien kun je de temperatuur reguleren en door hem volledig open te zetten creëer je maximale airflow en breng je de temperatuur binnen no time naar een hoger plan. En ook zorgt dit klepje ervoor dat hij volledig regenproof is. En als we dan een beetje uitzoomen,
dan zien we dat de dome van de barbecue niet meer volledig rond is, maar een klein beetje een opstaand randje heeft. Hierdoor kun je aan de rand van je rooster wat meer de hoogte in werken, zonder dat het direct tegen de binnenkant van je dome aankomt. En als we dan aan de binnenkant kijken, dan zien we dat het multilevel systeem eigenlijk onaangepast is. Maar dat de base wel iets dieper is geworden, waardoor er meer houtskool in kan en je nog langere low- en slow-sessies kan houden. De Bastard 4X is er in de formaten medium en large. En als je het aan ons vraagt, een zeer complete en robuuste barbecue met een totaal ander uiterlijk. Nou, ik kan je wel uitleggen hoe dat de Bastard werkt, maar ik kan het net zo goed even laten zien door er lekker op te gaan koken. We hebben hier de Bastard Large 2022 staan. Dit is voor ons verreweg het meest favoriete model. Er wordt het meeste verkocht en door zijn grote grilloppervlakte zijn er ook de meeste accessoires voor beschikbaar. Ik heb de Bastard alvast aangestoken. Ik heb hem volgestort met houtskool, twee aanmaakwokkeltjes erin gezet, aangestoken. En de onderste luchtschuif volledig opengezet, zodat hij maximaal airflow heeft. Ik zie dat mijn wokkel is uitgebrand. Dus ik sluit nu de Bastard. Hij gaat de topvent eraf, zodat hij ook maximaal trek heeft. Dan laat ik hem langzaam op temperatuur komen. En ondertussen ga ik vertellen welke opstelling ik ga gebruiken. Vandaag ga ik aan de slag met het multilevel systeem. En die bestaat eigenlijk uit deze RVS-mand. Daar ga ik aan de ene kant een halve hitteschild plaatsen. En dat hitteschild zal ervoor zorgen dat het product wat ik hier straks boven op het rooster ga leggen niet direct in contact komt met de hitte van het houtskool, maar puur gegaard wordt door de luchtstroom binnen de Kamado. Boven het hitteschild plaats ik een RVS rooster. Ik ga zo meteen een lekkere traaitip klaarmaken. Die ga ik eerst lekker indirect op lagere temperatuur ga ik die laten garen tot een kern van 48 graden. En daarna ga ik hem aan de andere kant keihard dichtschroeien op een gietijzer rooster. Deze plaats ik op het laagste niveau. En dan heb ik hier een half indirect, half direct systeem die ik zo meteen, als mijn Kamado op temperatuur is, erin ga plaatsen. De Bastard is inmiddels op 200 graden gekomen. Dus ik zet mijn opstelling erin. Dan kan hij lekker op temperatuur komen. Maar dit is natuurlijk niet de opstelling die standaard bij je Bastard komt. De Bastard wordt standaard geleverd als volgt. Twee mooie, zware RVS roosters. En twee halve maan hitteschilden, zodat je eigenlijk een volledige indirecte opstelling kan creëren. Het halve maan gietijzer rooster waar we vandaag mee gaan werken is een optioneel accessoire, maar zeker onmisbaar. Dus ik raad iedereen aan om er zo eentje bij aan te schaffen. Ik heb hier een mooie tri-tip. Dat is eigenlijk het, in Nederland noemen ze het ook wel het ezeltje. Dat ligt eigenlijk naast de picanha, maar zeker zo lekker. Ik ga deze eerst lekker indirect garen. Het vet heb ik ingesneden. En verder heb ik er nog niks aan kruiding op gedaan. Dat doe ik straks achteraf. Dus ik ga hem nu indirect wegleggen, rond de 130 graden, tot hij een kerntemperatuur heeft van 48. Dan haal ik hem eraf, ga de schuiven open, stook ik mijn Kamado op naar 220 graden en dan ga ik hem direct op het gietijzer lekker afgrillen. De Bastard heeft natuurlijk een zeer ruim assortiment aan accessoires. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Large, die komt standaard met het multilevel systeem en zoals ik er straks al noemde is een half gietijzer rooster een must-have voor iedere barbecue liefhebber. Uiteraard is dan ook de kerstspray van Bastard aan te raden om je gietijzeren spullen goed te kunnen onderhouden. Daarnaast hebben ze een paella pan om een lekker paellaatje te maken die uiteraard ook weer op het multilevel systeem past. Een wok om heerlijke wokgerechten te maken. Een 1-minute lighter om snel jouw Bastard op temperatuur te laten komen. En daar hoort natuurlijk een lekker bakje koffie bij, uiteraard, in een mok van de Bastard. En wellicht wel het mooiste accessoire wat ze hebben, de Bastard Pizza Oven / Rotisserie in 1. Met een mooie rotisserie waar je een heerlijk kippetje bijvoorbeeld aan kan bereiden. Met daarin een hele zware grote pizzasteen voor het echte werk. En om gemakkelijk je brood en pizza's in je Kamado te schieten, hebben ze er een handig deurtje aangemaakt en ook kun je dan spieken of jouw kippetje al mooi begint te braden. Kortom, er is te veel om op te noemen. Naast de leuke accessoires en handige must-haves hebben ze ook hele toffe fan-items om jouw buitenkeuken nog leuker te maken en mooier aan te kleden. De kerntemperatuur van de tri-tip is inmiddels 48 graden, dus ik heb hem eraf gezet. De schuif aan de onderkant weer volledig opengezet en ook de topvent heb ik opengezet. Ik ben hem nu aan het opstoken tot om en nabij de 220 graden. Dat is hij bijna en dan gaan we hem keihard afgrillen. Voor een heerlijk krokant korstje. De tri-tip is mooi keihard afgegrild, waardoor het een mooie korst heeft gekregen. We hebben hem nu een aantal minuten lekker laten rusten. Tijd om hem aan te snijden. Bij een tri-tip of picanha is het altijd belangrijk dat je mooie dunne plakjes ervan snijdt, waardoor hij juist nog lekkerder eet. Door de reverse sear techniek toe te passen is de garing super mooi egaal. En door het mooie dikke keramiek behoudt hij zijn sappen mooi, super juicy. En door het langzaam voorgaren is ook het vet mooi uitgesmolten.
en heeft dat alleen maar smaak gekregen. We hebben hem afgekruid met de Rock & Rups. Winners takes it all. Dat is een mooie mix van verschillende soorten pepers en verschillende soorten zout, waaronder gerookt zout. Om dat rooksmaakje nog wat meer te accentueren. Dan wordt het tijd om te proeven. Mm. Zo. Heerlijk. Super zacht. Super juicy. Mooi dat vet wat een beetje krokant is geworden. Juist door dat langzame doorgaren op een indirect gedeelte van je barbecue, ja, krijg je een super mooi eindresultaat. He, want als je hem direct, volledig direct zou garen, is hij zwart van buiten en nog niet gaar van binnen. En nu is hij super mooi egaal geworden. Het vet mooi uitgesmolten. Heerlijk stukje vlees van een top barbecue. Wat vinden we nou zo goed aan de Bastard? Dankzij het hoogwaardige keramiek houd je de temperatuur gemakkelijk onder controle en stabiel. En naast vis, vlees en groenten kun je er heel gemakkelijk een pizzaatje of een mooi brood uitbakken. Kortom, je koopt eigenlijk een complete buitenkeuken. En compleet is hij zeker, want dankzij het meegeleverde multilevel systeem kun je direct een pulled pork maken of een mooie steak grillen. Er is natuurlijk altijd een puntje van verbetering. Bijvoorbeeld bij de reguliere large. Hier zit wat speling op de topvent. Hierdoor kan het wat langer duren voordat de kolen volledig gedoofd zijn op het moment dat je alles dichtzet. Waarschijnlijk is dit probleem bij de nieuwe 4X al volledig opgelost. Heb je nou interesse in een Bastard? Kom dan gezellig langs in een van onze showrooms om hem in het echt te bekijken. Of schrijf je in voor onze Kamado Experience Workshop, waarin je aan de slag gaat met een van de Kamado's. Tijdens deze workshop ga je aan de slag met bijvoorbeeld de Bastard en maak je een vijftal heerlijke gerechten onder begeleiding van mij of een van mijn collega's. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je dat nou een leuke en behulpzame video? Geef ons dan een duimpje omhoog en vergeet je vooral niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Wil je nog meer informatie over de Bastard Large? Klik dan hier.